En dus ook over waar blinden en slechtzienden in het dagelijks leven tegenaan lopen. En dan bedoel ik dus ook letterlijk tegenaan lopen. In het centrum van Wijchen zijn door de gemeente 3 speciale tegels neergelegd om mensen bewust te maken van de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Gemeenteraadslid Dave Herms van Wijchen Lokaal vindt dat de lijnen nu niet duidelijk genoeg zijn aangegeven. Ik ben werkzaam geweest als vrijwilliger bij het museum. En daar heb ik heel veel geleerd over blind en slechtziendheid. En dus ook over waar blinden en slechtzienden in het dagelijks leven tegenaan lopen. En dan bedoel ik dus ook letterlijk tegenaan lopen. Dat kan van alles zijn wat je hier in het dorp vindt. Dus dat kunnen zijn fietsen, maar ook hele terrassen die op deze lijn staan. En vandaar dat ik met het initiatief ben gekomen om deze tegel te plaatsen. Zodat we daar met z'n allen net wat beter op kunnen letten. En Wijchen dus ook net een stukje toegankelijker wordt. Het initiatief van Herms is een goede stap in de richting, maar volgens Roland van Ginsven, die mensen ondersteunt met een visuele beperking, zijn de geleidelijnen in Wijchen helemaal niet de juiste. Helaas heeft de gemeente Wijchen niet door wat hun geleidelijn zou moeten zijn, want dit is een groot. Die kun je wel benoemen als geleidelijn, maar daarmee is het geen geleidelijn voor blinde mensen. U ziet die witte streepjes, dat is een geleidelijn. Dat is heel iets anders dan een roestvrijstalen strip die daar ligt. De gemeente is zich ervan bewust dat deze geleidelijnen anders zijn dan de rest van Nederland. Maar voor deze lijnen is al 12 jaar geleden gekozen. Er is toen ervoor gekozen gewoon omdat men het toen niet zo mooi vond om dat zo te doen. En ik denk, ja, eigenlijk hebben ze wel een beetje gelijk. Die punten liggen er nu, de lijn ligt er. Dus laten we eens kijken of dit met die tegels wel gaat lukken. Ook Herms is zich ervan bewust dat Wijchen geen officiële geleidelijnen heeft. En daar wil hij zich in de toekomst wel hard voor maken. En die zouden er eigenlijk volgens de officiële regels wel moeten liggen. En daar wil ik me in de toekomst hard voor maken. En dat wil ik doen als ik gekozen word voor raadslid. En dat wil ik ook doen als ik niet gekozen word voor raadslid.